De volgende jongster, uh, verleden jaar nog uh, in de A1 en nu uh, functionerend uh, uh, bij het eerste, uh, bevalt het je tot nog toe, Maarten? Yes, ja, het gaat goed tot nu toe. Uh, ja, ik ben niet met hele hoge verwachtingen gekomen, natuurlijk vanuit de jeugd. Uh, mooi dat ik de kans heb gekregen en ja, ik, ik denk, ik ga er gewoon vol voor, voor horen en uh, ja, het gaat goed tot nu toe. Stel je eens even voor aan alle kijkers van DVS-TV. Ja, ik, ik ben Maarten van Dijk, 18 jaar oud. Um, ja, vorig jaar speelde het in de onder 19 van DVS. Um, ik kom uit kampen. Dus uh, ja, vele namen zoals Daniel en uh, Daniel Verwaef, en Julian Ruiter ook uit kampen. Um, ik rij op dit moment rijd ik samen met Roald Rolte Vries en Mark Bouwman op zaterdag. Rijd, uh, rijd ik altijd naar de club. Dus dat is ook gezellig. En uh, ja, het team bevalt me tot nu toe goed. En uh, ja, mij ook uh, trouwens hoor. En de uh, diverse supporters die staan verbaasd te kijken naar die, die jonge man van uh, 18, die als een uh, heb ik ook wel eens al eerder gezegd in mijn commentaar als een senior uh, met heel veel routine staat uh, te spelen. Uh, die, hoe voel je jezelf uh, daarbij? Ja, ik zoals ik zeg, ik was zonder verwachtingen bijgekomen. En uh, ja, als je dat soort dingen hoort, is het natuurlijk mooi, mooi om te horen. Uh, ja, ik, ik probeer gewoon mijn best te doen en uh, ja, je ziet wat er voor komt. Ik, ik doe mijn best en. Uh, ja, meer, meer kan ik niet van maken, zeg ik maar zo. Dus dat, ja, dan is het resultaat natuurlijk helemaal mooi als, uh, als het goed gaat en als de mensen het ook leuk vinden. Het is wel heerlijk uh, dat je een uh, trainer hebt die uh, extra aandacht aan jeugd besteedt ook. Hè? Ja, uh, Peter, uh, tot nu toe groepen vallen. Uh, ja, zoals, zoals je bij Excelsior ook al uh, bekend ziet. Je hebt veel, veel kans voor de jeugd. Um, ja, je merkt ook gewoon dat hij echt de jeugd kans geeft in de oefenwedstrijden. Um, ja, daarnaast Stefan ook uh, vorig jaar natuurlijk meegemaakt bij de, bij de onder -19. Dus die ken ik al een beetje. Um, ja, en die geeft de jeugd ook gewoon de kans. Dus die koest die één op één. En um, ja, dat, van die twee, daar leer je heel veel van. Um, ik leer jij ook heel veel van, uh, van spelers op uh, Champions League uh, niveau? Uh, die ongeveer dezelfde haarkleur heeft als uh, jij. Uh, Kevin de Bruyne, is dat jouw grote voorbeeld? Ja. <laughs> Ja, nou, ik, heb, ik heb een paar dagen geleden op de nog gekeken. Uh, ja, dan gaf hij ook weer bal met de buitenkant en dan kijk ik er natuurlijk ook naar. En, uh, ja, het is wel mooi als, als je ziet hoe hij voetbalt. en Natuurlijk wordt die vergelijking al snel gemaakt van uh, ja, Rota ah, en dan krijg je dat en zo. Maar ja, ik, ik vergelijk weer eerst nog met Mike Verduin en dan, uh, dan gaan we naar de Bruinen. Ja. Uh... Nee, maar ik vergelijk je wel met uh, de Bruinen hoor. Zeker wat, je, wat uh, techniek betreft en, en inzicht. Uh, dat, dat valt mij het uh, meeste op. Dat, uh, dat vind ik wel heel leuk om te zien hoor Maarten. Ja, ja, dankjewel. Ja, ja, tactiek en techniek. Ja, ik hoef er veel op. Dus, dus ja, ja, dat krijg je vanaf jongs af aan het mee. Natuurlijk met Dos heb ik gevoel. Daar was het ook altijd van ja, techniek oefeningen. Nou, vorig jaar bij Stefan kwam mijn hoedjes aannemen, techniek. Dus ja, dat leer je veel van. En ook hier in de jeugd natuurlijk. En Peter die oefent er ook veel op. En die positiespellen die zorgen er ook wel voor van ja, je weet waar de bal heen moet. Omdat het op zo'n hoge snelheid gaat. Dan, uh, dan leer je ook gewoon te weten: van, ja, waar moet je nou eigenlijk heen? En uh, dat is misschien ook dat spel in zich ik ook van veel van, uh, van die jongens hiervan leer. Ja. Ik zag je daarin ook uh, groeien. Wat is jouw uh, grote doel uh, dit, uh, dit seizoen? Ja, ik hoop natuurlijk uh, voor de basis te gaan. Uh, ja, ik weet wel dat ik jong ben 18 jaar. Dus, dus ja, of het realistisch is, weet ik niet. Maar ja, als, ik, als ik mijn best doe en uh, ik alles voor geef, dan is dat wel het doel. En daarnaast probeer ik gewoon minuten te maken van als dat er niet in zit. Dus uh, ja, trainen, trainen, trainen en. Uh, Hopelijk een paar minuten maken, dat is het door. Uh, wij wensen jou uh, namens alle supporters en DVS-TV daar heel veel succes mee, uh, Maarten. Ja, dankjewel, Piet.